Marco, 2022 zit, zit er bijna op. Hoe blik je terug op het jaar? Ja, het was denk ik best wel een roerig jaar voor VVV. Ook vrij ongewoon voor de club. En dat doe ik met name op de eerste seizoenshelft. Waar we in ieder geval te maken hebben gehad met ja, de nodige tegenslagen op diverse fronten. Uh, ja, dat, is, dat is jammer. Uh, dat, dat hoort natuurlijk ook bij een betaald voetbalorganisaties. Daar moet je ook samen doorheen. Maar uh, ja, bovenal was het, uh, was het, was het roerig, uh, noem ik het maar. En uh, ben ik heel erg blij dat we daar uh, ook weer bovenop gekomen zijn. Uh, en dat we de weg omhoog uh, zijn ingeslagen, ook op de manier zoals we dat voor ogen hadden. Uh, al langere tijd. Maar dat we daarmee konden starten, eigenlijk uh, bij aanvang van dit nieuwe voetbalseizoen. Want hoe heb je dat zelf ervaren, die, ja, die roerige periode? Ja, natuurlijk niet fijn. Uh, simpelweg omdat, uh, één, het past niet bij een club als VVV. Um, uh, daarnaast is het ook niet wat je voor had, hè, wat je voor stond uh, met, uh, met de club. En dat doe ik met name natuurlijk op, uh, op uh, de bijvoorbeeld technische structuur. Uh, dat zie je liever anders. Alleen het is niet zo gegaan zoals we met elkaar gehoopt hadden. En, uh, en ook verwacht hadden. En dan, ja, dan, dan gebeurde er helaas een aantal zaken ja, die niet des VVV zijn. En ja, dan ervaar je dat ook natuurlijk als niet plezierig, als teleurstellend. Uh, ja, en is het gewoon geen fijne periode geweest. Niet voor de club, vooral ook niet voor, uh, voor onze achterban. Maar ook niet voor mezelf. Dan begin je dit seizoen eigenlijk weer met een uh, frisse start. Is uh, de goede weg nu ingeslagen weer? Uh, dat lijkt er wel op. In die zin, uh, ik denk dat wij uh, weten waar we mee bezig zijn, uh, wat ons plan is. Uh, we hebben een strategisch plan uh, ontwikkeld, als onderdeel daarvan ook een voetbaltechnisch plan. Daar zullen we overigens ook begin 2023 ook, uh, op terug gaan komen. We zullen ook uh, uh, op gepaste momenten zullen wij dus ook onze achterban daarover gaan informeren wat dat nu allemaal precies betekent. Uh, maar ik denk dat we op de goede weg zijn om, om met elkaar zaken te realiseren zoals we dat graag voor ogen hebben. Um, en er wordt gewerkt nu volgens een visie, volgens een plan en ik denk dat dat ook, uh, ook gewoon belangrijk is. Uh, ja, en ook de juiste mensen op de juiste plek, daarmee bedoel ik ook te zeggen dat de structuur staat. Uh, en dat je daar uh, samen aan het bouwen bent en uh, ja, dat werpt nu ook steeds meer zijn vruchten af op diverse vlakken. Sportief vlak, commercieel vlak um, en is dus het heel erg goed om te zien dat het ook tot sportieve resultaten leidt. Want uiteindelijk is het natuurlijk toch waar, ja, goed, waar onze achterban naar kijkt. Ja, vooral op dat sportieve vlak veel nieuwe gezichten gekomen aan het begin van dit seizoen. Je zegt al, die structuur uh, die staat nu. Is dat voetbaltechnische gedeelte daarmee ook beter op orde nu? Ja, wat heel erg belangrijk is dat er, dat er leiding eh, is op, op, op het voetbal. En daar bedoel, ik, daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen dat we, kijk uiteindelijk, we zijn een betaalvoetbalorganisaties, dat is onze core business, maar dat betekent ook dat je een goede structuur moet neerzetten die verantwoordelijk is voor eh, het integrale voetbalbeleid. Eh, van jeugdopleiding tot eerste elftal. Uh, dat begint met een manager, een technisch manager. Die hebben we nu in de persoon van Willem Jansen, een hoofd scouting met, uh, met Mark van Hintem, die onlangs zijn contract uh, heeft verlengd. En met ook een hoofd-jeugdopleiding uh, in de persoon van Rosé Nou, Dat zijn eigenlijk de, de drie key-personen, uh, naast natuurlijk de hoofdtrainer Rick Ruis. Die uh, samen aan de slag zijn gegaan om dat voetbaltechnisch plan verder te ontwikkelen. En als je dan ziet hoe nauw zij samenwerken, met welke uh, bedoelingen, welke ideeën en een visie daarachter, ja, dan, uh, dan zie je daar langzaamaan ook de resultaten van terug. En dat is goed om te zien. En er wordt een goede chemie en een goede harmonie wordt er samengewerkt. Dat, dat verdient denk ik ook een compliment hoe dat nu wordt gewerkt. Alleen, we zitten pas in het begin van dat proces, denk ik. We zijn eigenlijk pas dit seizoen begonnen met een aantal zaken van dat strategisch plan, dus ook dat voetbalplan. Um, en de resultaten van de laatste weken uh, die zijn natuurlijk hartstikke goed en positief. En ja, we willen verder doorbouwen op die weg. Want om even de koppeling te maken naar dat strijdplan waar je het over hebt. Wat zijn de sportieve ambities binnen dat plan? Nou, op termijn willen wij terugkeren naar de eredivisie, visie, eh, maar daar ook zeg maar, bestendig zijn. Eh, dus sustainable, zoals ze dat zo mooi zeggen. Eh, dat kan alleen maar als je aan een aantal randvoorwaarden voldoet. Eh, dat begint natuurlijk met financiën, met budget. Eh, maar ik denk dat wij ook in staat zijn, met, met ons plan wat we hebben, dat we dus ook waarde kunnen creëren. Waarde op het veld, waarde door middel van prestaties, waarde door middel van de verkopen van, van spelers het aan een aan verkopen van spelers. Uh, en met voorkeur natuurlijk uit onze eigen jeugdopleiding die zich kunnen doorontwikkelen. Dat lukt niet altijd, maar dat, ik denk ook dat we daar op de goede weg zijn. Uh, maar uiteindelijk willen we gewoon waarde creëren. En uh, dat is ook een belangrijk uitvoerder van, uh, van dat plan. Dus daarmee zijn we denk ik op de, op de goede weg. Een ander onderdeel van dat plan is, uh, is de financiën op orde hebben. Toch geeft een club als VVV grote financiële uitdagingen, kan ik me voorstellen. Ja, ik noem dat altijd uitdagingen, omdat ik niet beter weet dan dat we die altijd al hebben gehad. Uh, om in ieder geval ons, uh, uh, ons operationeel resultaat uh, te halen, nou, dat, is, uh, dat, is, dat is hartstikke lastig. Waar we wel in geslaagd zijn, en dat is heel positief, dat wij ondanks degradatie uh, en ondanks de coronaperiode positieve cijfers hebben gedraaid. Dus zwarte cijfers waarmee we ons uh, eigen vermogen hebben omgebogen van negatief naar positief. Nou, op die weg willen we, er, uh, willen we verder bouwen. Uh, voor dit seizoen, en ik heb die winstwaarschuwing al vaker afgegeven hebben wij een forse verlies moeten begroten. Ja, dat, 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 uh, dat kun je niet lang volhouden, dat, dat, dat kan gewoon niet. Dus we zullen echt moeten gaan werken uh, aan een aantal doelstellingen op korte, maar ook op middellange termijn, om, dat, om die turnaround te gaan maken. Uh, dus dat is wel een hele grote uitdaging voor de club. Ondanks alle inspanningen die wij leveren, ondanks de grote steun van onze achterban, draait een club als VV toch een behoorlijk verlies. Uh, met het aantrekken van nieuwe investeerders, uh, aandeelhouders. Uh, daarmee zijn we denk ik goed op weg. En dat krijgt ook een vervolg komend jaar. We proberen ons vermogen te gaan aansterken. En uh, dat ziet er ook goed uit. Dus ik ben wel heel positief over die ontwikkeling. Maar uiteindelijk zullen we wel die turnaround moeten maken. Want ja, wij, uh, wij, uh, wij willen natuurlijk geen club zijn die, uh, die verlieslatend is elk jaar. Dat, dat, dat past niet, dat kan gewoon niet. Ondanks de uitdagingen die er liggen, is er ook geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in de veiligheid in het stadion. Ook een belangrijk speerpunt binnen dat strijdplan, toch? Ja, heel belangrijk. Een uh, sfeer van een veilig stadion. Nou, dat laatste speelt uh, steeds meer een rol: hè. veiligheid in en rondom de stadions. Uh, bekend is dat onze veiligheidsinfrastructuur niet, uh, niet op orde was, uh, niet goed op orde was. Dat wij steeds meer moeten voldoen aan strengere normen en eisen uh, vanuit de KNVB, maar ook de veiligheidsvierhoek. Dus we hebben uh, moeten investeren in bijvoorbeeld een nieuw camerasysteem, uh, en nog een aantal randvoorzieningen. Nou, daar, daar zijn we ook in geslaagd. Um, dat doen liever natuurlijk op andere vlakken, maar uh, wij vinden het ook heel erg belangrijk om, uh, ja, om, uh, om een sfeervol stadion, maar vooral een veilig stadion te hebben. Ja, want die supporters, de sponsoren komen in grote getalen naar het stadion. Uh, de steun is wat dat betreft erg goed, hè? Ja, na, na de coronaperiode moeten wij constateren dat die steun fantastisch is. Uh, uh, natuurlijk in het bijzonder uh, achter het uh, doel, de O-tribune. Uh, ja, uh, daar worden we ook landig op aangesproken hoe goed dat, dat is. Dat willen we natuurlijk ook doorvertalen naar de rest van het stadion, maar ook rondom het stadion, dat we voor veel meer fanbeleving uh, kunnen zorgen. Nou, Middels dat Fancafé lukt ons dat ook heel erg, heel erg goed. Um, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook alweer de uitdagingen dat er bepaalde risicowedstrijden zijn. Uh, dat is iets vanuit uh, ook de veiligheid. Hè. Politie, gemeente, openbaar ministerie. Wij worden daar nou bij betrokken. Het uh, is ja, dus, dus liever niet wat je wil om continu in gesprek te zijn met die veiligheidsvierhoek over bepaalde wedstrijden. Wat wij bovenal willen is gewoon een sfeervol stadion. En het ja, is gewoon fantastisch om te zien hoe onze achterban ons steunt. Uh, de laatste wedstrijd, uh, de Derby tegen MVV. ...ja, was die steun overweldigend. En dat is net de vonk die moet overslaan ook naar, naar het veld toe en andersom. En ik denk dat we dan ook weer tot grote successen kunnen komen. Met wat voor gevoel begin je dadelijk aan het nieuwe jaar? Ja, ik ben een heel goed gevoel. Uh, natuurlijk uh, uh, door, door de laatste, door de recente prestaties. Uh, dat. Maar vooral uh, dat we heel veel vertrouwen hebben in de toekomst. Uh, heel veel vertrouwen in het plan wat we aan het ontwikkelen zijn. Nogmaals, daar willen we ook onze achterban in gaan meenemen... ...en uh, het, het verhaal wat we daarover vertellen. Uh, maar vooral ook willen horen van onze achterban... ...hoe denken zij daar nu over? Want uiteindelijk, uh, en dat heb ik vaker gezegd... ...is die club van iedereen. VVV is van iedereen. Die is niet van, uh, van mensen hier alleen... ...maar die is gewoon van onze achterban samen. En samen maken we ook die club. Maar ik kijk met heel veel uh, vertrouwen... Uh, uh, ...naar het nieuwe jaar. Omdat ik denk dat er hele mooie kansen liggen voor VVV. En dat we die uh, ook met elkaar gaan verzilveren. En dan, uh, dan ontstaat er ook weer een hele mooie toekomst... Je hebt het veel over die trouwe achterban. Is er nog iets wat je tot slot tegen hen zou willen zeggen? Ik wil heel veel zeggen en ook heel veel positiefs, want ik denk dat, uh, dat we enorm trots mogen zijn als club met zo'n trouwe, uh, zo trouwe sponsors en supporters. Die ons door ding en dun gesteund hebben de afgelopen jaren, ook ondanks een hele moeilijke periode. Hè, uh, de degradatie, corona. Uh, het afgelopen jaar was ja, in ieder geval sportief gezien, geen goed voetbaljaar. Laten we er heel uh, duidelijk in zijn. En toch zijn ze ons blijven steunen. Hebben ze blijkbaar ook vertrouwen in die toekomst van VVV. En uh, ja, ik wil iedereen op de eerste plaats een gezond uh, 2023 toewensen. Uh, maar ook een sportief en mooi uh, nieuw voetbalseizoen en een voetbaljaargang. Want ja, zo'n jaar is lang zo'n voetbaljaar. Kan veel gebeuren. Maar uh, ik heb absoluut het vertrouwen dat wij uh, met elkaar een heel mooi voetbaljaar tegemoet gaan. En, uh, en natuurlijk wens ik ook iedereen hele gezellige, gezellige feestdagen toe.